winter. Nou, heel zacht. Wat zegt u? Heel zacht. Heel zacht, hè? Ja, niet zo hard geweest deze jaar winter. Maar vindt u dit weer mooi? Ja. Het mag tot april zo blijven, hè? Ja, hetzelfde. Ja, gelijk bloeien alle bomen. Bloemen geven, ja. Echt warm geweest. Mag ik vragen waar u vandaan komt? Turkije. Turkije. Woont u al lang hier? 44 jaar. 44 jaar? Ja. Jongen, jongen. Ja. Ik ben 18 jaar gekomen hier. Oh, dat is dus heel jong. Ja. Dus u voelt zich echt ook een beetje Nederlands, of niet? Ja. Nederlands-Turkse. Ik heb een Nederlands paspoort. Alleen maar een Nederlands paspoort? Ja. Okay. Ja. Dat is wel consequent, toch? Ja. Ja, wij zijn hier leven, hè? Mag ik u vragen, bent u met uw man hier naartoe gekomen? Ja. En waar? Ja, 66. In 66. En wat heeft uw man gedaan voor werk? Mag ik dat vragen? Vrachtwagenchauffeur. Heel lang. Heel lang. En deed hij dat in Nederland of was het echt internationaal? Alleen Nederland. Alleen Nederland. Ja, dus hij was 's avonds op tijd thuis? Ja. Meestal? Ja, altijd thuis. 'S avonds. Ging hij nooit weg? Alleen overdag. Okay. Ja, werken. En overdag moest hij bij u zijn, of 's avonds moest hij bij u zijn? Ja. Okay, ja. Dat deed hij ook gewoon. Ja. En leeft uw man nog? Gelukkig. Oh. Ik hoop dat u nog heel lang mag blijven leven en dat u veel plezier Dankjewel. Heeft samen. Bedankt, hè. Dank u wel, mevrouw. Ja. Wat vindt u van dit winterweer? Heerlijk. Dat meen ik. En waarom? Nou, dit is toch lekker gezond. Lekker het zonnetje en een beetje, nou, vind het prima. Dus u denkt niet, ik vind het in de huiskamer thuis toch wel lekker met het zonnetje op de ramen. Ik ga niet naar buiten. Ja, ik vind het heerlijk om buiten te lopen met dit weer. Dat meen ik. Het is ook heel gezond. Ja. Woont u al lang in de buurt? Ik woon aan de Van Harenlaan en ik woon al 11 jaar daar. U komt altijd hier voor de boodschappen dan? Ja, niet graag hoor, moet ik eerlijk zeggen. Mag u vragen waarom? Ja, nou, ik vind het winkels hier niet altijd even prettig. Winkels? Ja. Nou, wat, je hebt hier toch geen assortiment van winkels waar je nou fijn kan kopen? Nou, een hoop mensen zeggen, er zit hier alles wat je nodig hebt. Ja, maar het zijn niet allemaal mijn winkels hoor, moet ik eerlijk zeggen. U zoekt meer speciaal zaak? Nee, een beetje... Nou, sorry dat ik het zeg, maar een beetje meer Nederlandse winkels. Er zitten hier mij te veel. Polen zitten, de Turken zitten er. Nou, we hebben hier alleen maar de plus. En daar ga ik graag naartoe. En daar is dat minder? Ja, absoluut. Ja, ja, het klinkt onaardig, maar ik vind het vreselijk. U bedoelt het niet onaardig? Nee, nee, ik bedoel zeker niks onaardig. Maar ik vind het niet prettig, al die vreemde winkels. En als u nou naar de stad gaat? Nou, wat, meneer, laten we nou niet over Schiedam beginnen, want het is enkel armoe. Enkel armoe? Nou, hoop wel hoor. Heleboel armoe in Schiedam. Waar baseert u dat op? U kan het toch zien, meneer, aan de winkels die er zijn. Allemaal van die hele goedkope winkels. En, nee, ik vind het niet leuk. Je moet echt de stad uit hier, wil je een beetje behoorlijke winkels tegenkomen. Oké, mevrouw. Bedankt voor uw mening. Graag gedaan. Oké, fijne dag verder. Dank u. Wat vindt u van dit winterweer? Lekker. En waarom? Lekker fris. En weet dat, ja, beter dan storm of regen of weet ik veel. Maar dat is wel lekker. Dat lijkt mij ook. Mag wel warmer. Over een paar maandjes weer. Ja, hopen nu. Maar ja, liever wel, maar ja, is wel lekker. Is wel lekker. Mag ik u vragen, volgens mij ken ik u wel. U bent... Van overal, denk ik. Van overal? Van overal en nergens. U bent Indische? Nee. Niet? Nee, iedereen denkt dat. Dat heb ik altijd gedacht. Nee, ik ben Portugees. Aha, dus u komt uit Portugal. Ik kom uit Portugal. Ik ben Portugees. U woont al heel lang hier. Indische man. U heet een Indische man. Vandaar dat ik dat denk. Precies. Vroeger had de lange haar. Ja.
Want we kennen elkaar al heel lang eigenlijk. Hè? Ja, nou, je komt wel bekend voor. Ik ken u van Schiedam, zo lang al 36 jaar. Dus, u woont 36 jaar hier? Ja, al 36 jaar. Ja, precies. Veel te lang, hè? Toch niet te lang, nee. En weet je wat mij altijd opvalt aan u? U ziet er altijd perfect uit. Het slijm niet. Ja? Ja. Dank je wel. Ja. Altijd goed verzorgd. Ja, het moet toch wel. Goed gekapt, mooi opgemaakt. Ja, vind je dan? Nou goed, dank je wel. U kan tegen uw man zeggen vanavond dat hij het getroffen heeft. Ja, denk ik ook wel. Wilt u hem de groeten van me doen? Ik zal het doen. Okay. Nou, en geniet hem al van de bloemen, hè? Prima. Goed zo. Bedankt, hè. Oké, dag.